Ik sta hier op een heuvel in het National Park North York Moors. Het is eind augustus en de heide staat vol in bloei. Het is een schitterend gezicht. Overal waar je kijkt is het paars. Elke heuvel is begroeid met heide. En wat jullie niet merken, maar wij hier wel, het ruikt ook heerlijk naar heide. Begin van een vakantie in Yorkshire. We hebben er heel veel zin in. Je hebt hier ook verschillende kleuren, van een soort lavendel tot heel fel paars. En op sommige stukken zie je ook al dat het een beetje uitgebloeid is, want dan wordt het bijna een soort van oranje. Het rijden hier in de moors is ook wel een avontuur, want overal liggen de schapen gewoon langs de kant van de weg. En het zijn hele leuke schaapjes, met zwarte kop, zwarte poten. Het ziet er heel gezellig uit. Dit gebied is ook heel erg bekend omdat het een heel mooi wandelgebied is. Er zijn een heleboel voetpaden die worden aangegeven met dit soort bordjes. Alleen als ik naar het pad kijk, denk ik, ik geloof dat ik zou verdwalen. Maar misschien is dat hier ook niet erg. Ik zit hier met een heerlijk biertje in het Lestingham Grange Hotel. Een tip van Mirjam. Prachtig hotel, heerlijke plek en een prachtige tuin. Echt een plekje om heerlijk te ontspannen. De Yorkshire Moor is een geweldig gebied om te wandelen. Zo'n complete rust. Het enige wat je zo nu en dan hoort is het geblaat van een schaapje. Het uitzicht is geweldig. Prachtige heidevelden, hier en daar een boerderijtje, mooi groen, bossage en dan een dorpje met een klein kerkje. Wat wil je nog meer? Regelmatig vind je allerlei bankjes in de moors, maar vaak staan die niet op zo'n leuk plekje. Dit bankje heeft echt een prachtige plek. Schitterend uitzicht op een dal en dan in de hoogte zie je de heidevelden. En dan verder word ik omringd door heerlijke leuke schaapjes. Heerlijk plekje om even te relaxen. Wat zo bijzonder om te zien is, is dat de mensen hier hele delen van het land hebben gecultiveerd. Grasland of graan. Overal heggetjes gemaakt hebben. Of ze hebben bossen geplant. Maar dat er ook dus grote delen zijn waar ze helemaal niks mee konden. En wat gewoon hei is gebleven. En dat vind ik wel weer heel bijzonder. De natuur heeft hier in grote delen gewoon gewonnen. Op een hoge klif
Aan de oostkant van het plaatsje Whitby staat de ruïne van Whitby Abbey. Van het klooster is alleen nog maar over het koor en het noordelijke dwarsschip. De kerk dateert uit de 13e eeuw en is gewijd aan de apostel Petrus. Het is een bijzondere plek. Hier in 657 werd door abdes Hilpt al een kloosterorde gesticht. Het bijzondere was dat het zowel voor mannen als voor vrouwen was. Ze woonden wel apart. Het is ook een hele mooie plek. Van hieraf zie je de cliffs van de kust. Je kunt je ook voorstellen dat de zeelieden vanaf zee de kathedraal zagen staan en wisten dat ze thuis kwamen. Ik loop hier nu in het schip van de kerk. Dit is het grote gedeelte. Achter is het koor en alleen het noorder dwarsschip staat er nog. Maar eigenlijk kun je je voorstellen dat de kerk zo groot als dit is geweest. Dat is de ingang. Wat je hier heel mooi ziet, is hoe het weer inwerkt op het zachte zandsteen. Dat zal ook wel komen dat hier de zee nogal flink waait en ook het zout inwerkt op het gesteente. Maar het lijkt haast alsof het helemaal door de natuur gevormd is. En de Sagrada Familia in Barcelona, daar wordt dit eigenlijk nagebootst. Hier is het gewoon door de natuur ontstaan. Ik sta hier bij een van de drie gotische spitsbogen. Het bijzondere is dat deze eigenlijk daar in de kerk op die pilaren horen te staan. Hoe ze hier gekomen zijn weet ik niet, maar het is wel heel apart. Ik sta hier op het strand van Robin Hood's Bay. Het is een leuk vissersplaatsje met smalle straatjes en kleine huisjes. Robin Hood's Bay wordt omgeven door hoge rotswanden en in de 18e eeuw was dit het paradijs voor smokkelaars. Hier werd stiekem thee en sterke drank ingevoerd, want daar waren hele hoge belastingen op in Engeland. Nu is het echt een vakantieplek voor de Engelsen en met een klein beetje zon gaan ze naar het strand, gaan ze picknicken, doen ze een heleboel dingen uit en pakken ze hun emmertje om te scheppen. Tussen 1180 en 1396 is dit kasteel gebouwd door verschillende koningen. Eerst was het een houten fort, maar later is het steeds meer versterkt met stenen muren en zijn er verschillende torens gebouwd. Ten noorden hiervan is een groot bos. Dat werd als jachtbos gebruikt. Ik ga naar boven en ik hoop dat ik een mooi uitzicht heb op de omgeving. Deze kathedraal is gewijd aan Petrus en Sint Wilfred. In 1657 is hier onder in de kathedraal een crypte gemaakt door Sint Wilfred, waar een aantal relikwieën werden bewaard.
Maar het was vooral bedoeld om de mensen de stilte te laten ervaren. De architectuur van de kathedraal is sober. Het is een laat-Romaanse en vroeg-gotische stijl. Je ziet bogen, rondbogen en hele simpele spitsbogen. Er zit ook een houten dak op. Dat zie je toch wel vaker in de wat kleinere kathedralen in Engeland. In een latere periode werden de daken van steen gemaakt, maar dat vroeg een andere bouwkundige constructie. In deze tijd, de bouw van deze kathedraal, was men daar nog niet aan toe. Waar nu de kathedraal staat, werd in 655 een kloosterorde van missionarissen gesticht. Deze missionarissen gingen niet alleen in Engeland rond, maar gingen ook verder. Een van die missionarissen was Sint Willibrordus. Hij is later bisschop in Utrecht geworden.